Knight Rider. Ja, kennen jullie dat trouwens? En van vroeger, de Knight Rider op een tv. Het zonnetje schijnt. Het is een beetje bewolkt. Kijk, het is een beetje bewolkt hoor. Een beetje maar. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 11 januari 2023. En het is nu net half twee. Het moet nog half twee worden, ja. Dus ik kom nou net inderdaad mijn nest uitgerold, want ik kon afgelopen nacht gewoon niet slapen. Het was half vijf dat ik nog op mijn klok keek en dat ik Ro een appje stuurde. Half vijf. En toen werd ik weer om 8 uur wakker omdat ze het nodig vonden om weer bij mijn oude buurvrouwtje, nou oud, die er helaas dus niet meer is, vandaag precies 3 maanden geleden dat ze heen is gegaan. Jee, joepie. Dus echt een feestdag voor mij is het niet. Want Roderick die stuurt dus namelijk elke maand de 11e naar mij gefeliciteerd. Omdat we dus op 11 december 2018 getrouwd zijn. Om 10 uur op 11, 12 2018. Dus Roderick stuurt mij gewoon standaard voor hem elke maand op de 11e van en gefeliciteerd. Maar ze voelt het nou niet eens. Dus ja. Dus ik ga even de hondjes uitlaten en daarna ga ik naar de dierenvoedselbank en daarna weet ik niet wat ik ga doen. Nee, dus daar staat mijn dag uit. En morgen om iets voor 8:45 zo moet ik hem bij de praktijkondersteuner geweest zijn. Ja, dus ik ga nu eerst even mijn jas aan doen en ik ga mijn hondjes lopen. Toen was het alweer groen voor me, dus ik mag door. Ze rijden hier allemaal niet zo lekker door, altijd. Dit stukje. Ach ja, je moet overal een beetje rekening mee houden, hè, vanzelf. Zo, kijk, hartstikke mooi. Even naar de andere kant van de baan. En jullie hebben nou lekker de zonlicht in jullie mik. Dat is grappig. Het is groen. Wat en wat wou je net doen dan, jongen? Je wou deze kant op en toch doe je het niet. Ja, oké. Okay. En op het remmetje trappen. En toen was het weer groen. Morgen weer allemaal lekker door. Oh, meid. Ach ja, maakt ook niet uit. Ik ben weer bijna op de plaats van bestemming. Ja. Bijna. Nog een paar, een aantal x verkeerslichten. Als je hier een beetje door gaan rijden, dat zou fijn wezen. Ja, kom maar meis. Ja, je moet hier gewoon af en toe lekker doordrukken, ja. Ik weet het. En... zo. Jammer dan.
was eventjes door een verkeerslicht wat ik niet wou. Maar anders had ik moeten remmen. Remmen voor rood. Heel erg hard gaan remmen. En dat gaan we niet doen. Nee, je moet doorrijden als je niet meer kan remmen. Nou, en ik had ook nog een auto achter me. Dus dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we nooit doen. Nooit. Nee. Nou, hierna nog één verkeerslicht. Dat is stikke mooi. Ja. En dan ben ik er bijna al. Eens even kijken of ik dan nog met goede moed achter Roos om te rijden kan rijden. Ik denk het niet, maar we gaan het meemaken. Hoe snel ik kan rijden. Het is gewoon zometeen in en uitladen, klaar.nl. Ik ga gelijk mijn auto goed neerzetten, dat ik niet daar eerst in me hoef te draaien. Dat scheelt mij zoveel, denk ik. Gewoon eventjes, gewoon ook niet parkeren, zo gewoon eventjes gevarenlichten aan en klaar. Maar dat ga ik zometeen wel zien. Yep. Ik ga nu eens kijken of ik daar kan komen. En ik kan daar komen. Wat gaan we doen om zo langzaam door die bocht heen te gaan? Ik rij hier 16. Terwijl je hier wat iets sneller door die bocht heen kan. Maar oké. Ik heb weer zo'n witte rare volksbusje voor mijn neus. Die hier niet doorrijdt. Het is hier een 50 weg. Maar het rijdt hier 30. Ja. Yeah. Sommige mensen kennen Knight Rider niet. Nee, Knight Rider. Ja, kennen jullie dat trouwens? Even vroeger, de Knight Rider op en op de V. Zo, het is nou nog lekker rustig. Kijk, Rodi loopt ook alweer bij me. Hij staat. Hi. Hoe gaat u? Moi. Waarom moi? Veel te veel gelopen. Het is ook gewoon onze vaste stek hier om even hier naartoe te gaan, hè? Dat zei Niels ook al van, er is geen één dag eigenlijk zonder de Jumbo. Is handig, maar het is wel zo. Ja, ja. Ja, vooral het koelschap, ja. Daar heb je inderdaad gelijk in. Hele coole korting. Hele coole korting, is het zo? Ik denk het wel. Ja? En waarom denk je dat? Dat denk ik zo. Is het zo? Ik kan niet weten. Maar op het eind, en daar hadden we net geen karretjes, dus je moet het hier bij en bij de kassas pakken. Oké. Weet je het ook even gelijk. Oh, wat kijken we allemaal zo chagrijnig. Ja. Dat is een keer een glimlach naar een ander. Dat is wel. Lekker zo. Dat is ook leuk. Ja. Glimlachen naar een ander. Niet zo chagrijnig kijken. Echt, mensen kijken hier tegenwoordig zo chagrijnig. Dat viel me gisteren ook al op. Gewoon allemaal zo, weet je. Wees blij. Er zit iemand achter een kassa. Ja. Dat heb ik nog nooit gezien. Ja. Hoe dan? Ben jij van functie en veranderd of zo? Ik heb het in de gaten. Je bent van functie veranderd, joh. Is leuk. Dat is alleen maar grappig. Oh, heerlijk. De dame die hier altijd stond met de bloemen. Ja. En bij bloem. Die werkt dus nou tegenwoordig aan bij de Jumbo. Ja. Precies dat. Dus, nou gaan we maar eens even weer kijken bij de... Pak. Alweer? Je vindt ze wel vandaag, hè? De hele verzameling. Ja, ik heb het in de gaten. Ik heb het in de gaten. Jij? Ja, ik wel, ja. Ik heb alles in de gaten. Bijna alles. Maakt niet uit. We gaan dus even weer snuiven. Niet afgeprijsd. Nee. Ga ik nu halen. Geen zin in. Oh,
Nee, die ga ik ook niet halen. Maar de koekoek met ze. Hier. Dat is tijd. Ja, zo weet ik veel. Nee, maar dit is... Gewoon even mee auto. Nee, kijk hier. Dit is voor 2,50. Dat is niet zo heel duur. Biefstukjes. En waar heb jij nou over biefstukjes? Dat is gewoon vegetarische shit, zo, hoor. Dat. Plantaardige burger. Ja? Voor een euro. Maar dat denk ik niet. Zie je er plantjes op eten? Ja, precies dat. Nou, dan kun je dat nog beter halen. Ja, precies. Doe eens nog een keer. Ja. Kun je nog beter vis halen bij Henk Kraan? In plaats hier. Uit zo'n bakje. Dat is namelijk niet vers. En als ik iets vers wil, dan wil ik het vers. Wat zei je nou? Je hebt de kaasstengels te koop. Kaasstengels te koop, ja, bij de kaasafdeling. Ja, dat is fijn, dat is mooi. Dat is helemaal goud. Nou, ik heb weer één dingetje. Ja, ik heb er maar één. Maakt ook niet uit, geeft helemaal niks. Nee. Nee. Hebben ze mijn mozzarella dingetjes weer? Dat denk ik niet. Ik zie wel mozzarella liggen. Maar niet mijn mozzarella, nee. Kijk, je hebt hier wel mozzarella bolletjes leggen, maar dat is niet mozzarella in olijfolie. Nee, die hebben ze dus nou niet. Kijk maar, helemaal niks. En waar is Ro? Waar is mijn man? Oh, daar. Huh? Wat? Zijn die witte dingen? Ja, maar dat is geen mozzarella in chilisaus. Nee, dat is er wel. Weet ik veel. En dat ga ik ook niet vragen ook. Ik heb er geen zin in. Nee, precies dat. En het is ook nog voor heel veel mensen onwennig hier in de Jumbo. Vooral voor de nieuwe weer, dat ik gewoon hier aan het filmen ben. Want ik zal maar filmen. Laat die jongen ook voor dan, schat. Graag gedaan. Ik ben nog wel eens lief. Me? Zo, jij loopt ook gewoon door. Terwijl die jongen, die kant op bouw, je loopt zo door. Ja, dus ik zeg nog tegen jou van... Nee. En want je kruist. Het zonnetje schijnt. Het is een beetje bewolkt. Kijk, het is een beetje bewolkt hoor. Een beetje maar. Rodi loopt zoals altijd in principe lekker achter mij. Ook goed, leuk, helemaal top. Ik heb lekker gehakt gehaald. Lekker. Wat ik ermee ga doen, geen idee. Dat zie ik zo meteen dan wel weer. Onze auto's staan weer eens een keertje lekker naast elkaar. Dat is ook grappig, dat is ook leuk. Ja. Wat een wind, waai, woei. Shitje. Maar dat maakt ook helemaal niet uit, joh. Het is mooi weer, het is lekker weer. Moet kunnen. Heerlijk. Maar loopt er ook nog een partij achter mij. Jeetje mina. Af en toe heb ik zoiets van, jongen, loop door. Maar ja, hij is ook al lekker op leeftijd, dus ik mag niet klagen. Het is een schat van een vent. Af en toe niet. Maar zo kan hij ook over mij denken. Want ik weet, ik kan een kreng wezen. Ja. Ja, daar staat onze mooie bolides. Ja, normaal dan staan we helemaal daar naartoe. Maar nou staan we hier. Dat zeg ik, onze mooie twee bolides naast elkaar. Kijk. Is het geen beauty show? Ja, het is toch zo mooi? Ja, vind ik wel. Ja, het is nu inmiddels 20:55 ongeveer. Zo snel gezien te hebben op mijn horloge. Ro is hier ook nog. Kijk, daar is Ro helemaal goed. Wij gaan nu even dit doen. En ik zet jullie gewoon even neer, zodat jullie lekker mee kunnen kijken. Dus alleen dat beeld ga ik lekker versnellen. Dus dat wordt leuk. Dus ik zou zeggen, ga lekker kijken wat we lekker gaan doen.
Zo, nu zien jullie dus het verschil tussen de oude en de nieuwe. En wat kun jij hierover vertellen, schat? Nou, deze is ietsje kleiner geworden. Ja, ten opzichte van? Deze, want hier zit een groot stuk tussen de homeknop en de bovenkant, zeg maar. Ja. Dat is hier weggehaald. Ja, en check. Het logo is ook ietsje beschaafder, laat ik het zo zeggen. Compacter, ja, check. En de toetsjes zijn ietsje kleiner. Lijkt het wel, maar... Dat is het niet. Dat heet... Nee, dat is net het niet. Ietsje. Ja, maar het ziet er goed uit en we gaan even testen. En toen is alles helemaal gedaan en met de tv laat ik even laten zien. Ik ga nu even lekker op bed liggen. Ik ben weer back off, ik ben moe. Morgen om 8:45 moet ik bij de huisarts wezen. Nou ja, bij de praktijkondersteuner. Dus ik ga nu weer even aan mezelf denken. Ik heb nog maar één batterij over, dus die moet ik ook nog eigenlijk gaan opladen. Mijn camera, dus ik ga eens even kijken waar ik mijn kabeltje vandaan kan halen om jullie weer even op te laden. Oh, zo handig. Brandy, kijk eens hier. Brandy, hier. Hier. Nee, jij hebt. Kijk hier dan, alsjeblieft. Zoals jullie zien, lig ik dus lekker op bed. Ja, heerlijk. Maar dat betekent wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Ja. En dat ga ik ook doen. Ik ga lekker slapen. En ik hoop dat jullie hebben genoten met deze vlog. Nou, is dat nou zo? Ik zou zeggen, doe even een duimpje omhoog. Abonneer even. Doe het belletje aan. Laat even een leuke reactie achter. En ga zo maar even door. En dan ga ik zeggen dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.